Goedenavond. Dit is onze vijfde aflevering van Reijers Politiek, waarin we het hebben over de ideologie van de politieke partijen in Vlaanderen. En vandaag is het de beurt aan Open VLD met Gwendolyn Rutte en Patrick De Waal. Hartelijk welkom. Ja, goedenavond, mevrouw Rutte, meneer De Waal. Mag ik zeggen, we hebben hier met u eigenlijk twee generaties aan tafel zitten. Mevrouw Rutte, hoe lang bent u al bij de partij? Ik ben lid sinds 1999. Ja. En meneer De Waal? Dat was toch een goede 20 jaar daarvoor, ja. Ja, zo'n 34 jaar, denk ik. Hè? Ja, ja, betekent dat dat we nu ook twee verschillende soorten liberalen aan tafel hebben? Nee, geen twee verschillende soorten, maar toen u mij vroeg voor deze uitzending, heb ik wel goed nagedacht en dacht ik van liberalisme wordt eigenlijk heel gauw verengd tot een economische mening of een economische opvatting. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons. De economie is een van onze prioriteiten. Absoluut. Maar liberalisme is ook nog veel meer dan dat alleen. Het is ook een manier om in het leven te staan. Het heeft ook een humanistische component. En die vertegenwoordigt Patrick voor mij, want hij was minister, denk ik, van cultuur. Op het moment dat ik een jong meisje was. Ja, en u zegt eigenlijk en kunst, de andere kant dan. Ja, van cultuur en kunst zijn voor ons gewoon ook heel belangrijk. En ik vond dat wel een sterk signaal op die manier. Ja. Ja. Ik denk niet de andere kant. Ik denk dat in die tijd al werd vaak gezegd, in de jaren 70, in de jaren 80, dat het liberalisme eigenlijk een zuivere economische leer was, een economische doctrine. En ik denk dat dit liberalisme consequent kan toepassen op alle terreinen van het maatschappelijk leven. Mm-hmm. Dat is een eerste belangrijke vaststelling. Dus ik heb dat proberen te doen in die tijd dat Gwendolyn mij volgde, als ik dat zo mag begrijpen. Deed ik dat op het terrein van cultuur. En dan kwam dat eigenlijk wel als een verademing over, omdat men zei, ja, die liberalen praten niet alleen maar over economie, maar die hebben eigenlijk iets anders. En ten tweede denk ik dat het natuurlijk ook wel in die tijd al, toen ik de eerste congressen volgde, ja, had Frans Grootjans het in die tijd over een vermageringskuur voor de staat? Niet u, maar de staat leven boven zijn stand, was een slogan van Willy de Klerk. Ja. En ik zou zeggen, het zijn en het blijven de uitdagingen ook vandaag. Goed, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Hè. Wij vragen al onze gasten om zichzelf ideologisch te omschrijven. Bij jullie is dat niet zo verrassend. Laten we even kijken. Jullie omschrijven jezelf als de liberale. Mm-hmm. Maar goed, toch misschien eens proberen. Wat voor een beest is zo'n liberaal, mevrouw Rutte? Wel een vrijheidsdenker, zonder meer. Iemand die in het leven staat, zonder vooroordelen ook. En ja, die de ambitie, de wil heeft en ook de generositeit heeft om van dat leven iets te maken, zowel voor zichzelf als voor anderen. Ja, ja, ik denk dan ook het woord individu heb ik nog niet horen vallen. Maar ik hoorde op jullie congres, het is zeer belangrijk en blijft zo. Daarin zijn we denk ik uniek. Hè. We stellen het individu, de mens ook centraal. De mens met zijn recht op zelfbeschikking. Hè. Dat hebben we nu toch al zoveel eeuwen geërfd van de vrijheidsdenkers die eigenlijk de verlichting ook getekend hebben. Dat waren allemaal liberale filosofen. Het recht op zelfbeschikking wil dus zeggen dat de mens vrij is. En de vrijheid van de mens, van het individu, wordt alleen beperkt door één zaak. En dat is de vrijheid van de medemens. Ja, van iemand anders. En daarin zetten wij ons natuurlijk af tegen alle vormen van bevoogding, betutteling, paternalisme. Ja. Of dat nu van religieuze oorsprong is, of dat nu de etatisten zijn. Hè, degene die eigenlijk een sterke staat willen. Dus het individu moet zich vrij kunnen ontplooien. En dat is goed voor de hele samenleving. Mag ik u eens vragen om het liberalisme in één zin te omschrijven? Wat zou dat zijn? Wel, dat zou willen zeggen dat je de samenleving zo organiseert dat iedereen zonder onderscheid de kans krijgt om te zijn wie hij of zij zelf wil. Mm-hmm. En daar zit inderdaad dat individu heel sterk in. Ik geloof niet in een passepartout voor alle mensen. Ik geloof niet in het feit dat de overheid of wie dan ook in jouw plaats zal opleggen hoe je je leven moet leiden. Ja. Elk individu moet dat voor zichzelf uitmaken, mag ook zijn of haar eigen dromen najagen. En de taak van de politiek voor liberalen wil dan zeggen effectief je samenleving zo organiseren en ervoor zorgen dat iedereen naar vrijheid, in vrijheid dat eigen leven kan inrichten. Daar gaan we zo meteen verder op in. Ik zou jullie ook nog willen voorleggen, want in de naam van jullie partij Open VLD staan veel begrippen. We hebben het nu over dat liberalisme. Er staat ook Open Vlaams Democraten in. Wat is het belangrijkste op twee?
Na-liberalen, ja. Want dat is het, dat ja, is het eerste. Ja, ik dacht dat u dat zou zeggen. Ja, misschien de combinatie van die dingen. Wij zijn democraten in hart en nieren. Ja, maar toch mocht u er één moeten kiezen. Ja, die begrip. Ja. Democraten dan? Ja. Democraten, ja. Ja. Nee, ik leg het jullie voor, omdat ik me afvraag, weten we genoeg soms wat we aan jullie hebben? Jullie ideologie is ook wel ingrijpend geëvolueerd de voorbije jaren. Bijvoorbeeld als we het alleen over dat Vlaamse hebben, dan kan je zeggen, ja, de evolutie is er van de Belgicistische PVV naar de Confederalistische VLD, nu de Federalistische Open VLD. Ja, dat is geweldig flexibel, maar denk ik ook heel verwarrend voor een kiezer. Of is dat om de kiezer te behagen? Nee, helemaal niet. En ik ben het daar ook helemaal niet mee eens, eigenlijk. Nee, wij liberalen, wij gaan niet uit van een staatsvorm. Dat is voor ons niet het belangrijkste. Dat is altijd ondergeschikt aan wat je zelf als individu doet. Hè. En zo'n staatsvorm, dat is nogal evident dat die door de geschiedenis heen dat die verandert. Voor wat ons land betreft, en daarom vond ik uw vraag wel wat moeilijk, ik ben overtuigd Vlaming. Ik twijfel daar echt geen dag aan. Maar ik ben ook nog veel meer dan alleen Vlaming. Mm-hmm. Ik ben ook Europeaan, ik ben ook Belg. Ik woon in Aarschot, ik ben ook Aarschottenaar. Ik ben moeder van twee kinderen. Mijn identiteit die verengt zich niet tot enkel en alleen Vlaming zijn. Ik hou wel van de idee dat je een identiteit uit heel veel verschillende componenten kan opbouwen. En dat zit dan opnieuw heel dicht bij die ideologie. Namelijk elk individu bouwt identiteit uit met verschillende componenten. Laten we, voor we verder praten, eens ingaan meer op die ideologie opnieuw met een filmfragment dat jullie zelf hebben gekozen. Het is een fragment uit The Pursuit of Happiness. Laten we eerst kijken. Hè. I'm going pro! Oh, okay. Yeah. I don't know. You know, you'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, you know, and I was below average. You know, so, whoa. So you'll probably ultimately rank somewhere around there, you know, so I really, you'll excel at a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting this ball around all day and night, all right? All right. Okay. All right, go ahead. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Ja, als je maar wil, dan kan je. Heel Amerikaanse versie ook, hè? Ja, ik lees het toch iets anders. Als je een droom hebt, moet je ervoor gaan. Dat wil dan nog niet altijd zeggen dat dat dan ook lukt, maar het gaat er wel om dat je de mogelijkheid moet hebben om je eigen droom na te jagen. En het is een film naar een waar gebeurd verhaal, hoor. En natuurlijk zit er een Amerikaanse saus over. Maar daar zit een hele sterke kern in. En die boodschap is echt dat je je niet moet laten ontmoedigen door wat andere mensen zeggen. Als je telkens alleen maar luistert naar mensen die negatief zijn en zeggen wat niet kan, dan doe je op de duur helemaal niks meer. En onze ideologie is er één die heel sterk het optimisme uitdraagt, maar die mensen ook wil empoweren, het gevoel wil geven van doe maar, ga er maar voor. Hoe hebben jullie dat meegekregen? Is dat iets dat bij wijze van spreken in het liberale nest is meegegeven, die filosofie? Ja, voor mij voor een stuk wel. Hè. Ik ben van 1955, dus eerst en vooral 10 jaar voordien was de Tweede Wereldoorlog beëindigd. Dus dat gevoel van vrijheid, dat heb ik toch wel meegekregen van mijn ouders, hoe belangrijk dat is. Ook wat totalitaire systemen kunnen aanrichten. Maar toen ik 10, 11, 12 jaar was, had je in Amerika inderdaad deze beelden van je kan iets, je hebt een droom, ga ervoor, de speeches van Kennedy. Ik herinner mij dat ik als jongeling daar zat naar te kijken. Zo, van, inderdaad, van wat kan jij doen voor een samenleving? Draai het niet om. En alles is bereikbaar. En dat mis ik soms een beetje hier op het continent.
Mm-hmm. Ik heb toen ik op cultuur was verschillende bezoeken gebracht naar de Verenigde Staten. Ik was elke keer heel opgetogen om te zien dat men daar effectief zegt van we willen iets en we gaan onze droom waarmaken. En zo krijg je een sterke samenleving. En dat is ook goed voor de mensen, want die worden, dat begrip empowerment, dat is daar heel belangrijk in. Die worden sterker gemaakt. En dat is iets wat wij vergeten. Wij zitten te kijken naar de overheid en wij verwachten dat de overheid het in onze plaats gaat komen doen. Ja. En dat gaat niet. Oké, laten we eerst misschien overgaan naar de denker en het citaat dat jullie daarbij hebben gekozen. Als ik mag, wou nog een kleine anekdote vertellen over die film. Als je kijkt naar de titel, dan is het woord happiness daarin verkeerd geschreven. Mm-hmm. Dus de titel is happiness met een Y, hè, en eigenlijk is het met een I. En die anekdote komt uit het ware verhaal, waar de man zijn zoontje gaat halen aan de kinderopvang en daar staat op de muur in het groot geschreven fuck happiness. En hij staat daar met zijn zoon en hij zegt, kijk, het woord happiness is verkeerd geschreven. En die zoon haalt zijn schouders op en die zegt... Maar fuck is toch juist geschreven dan? En ja, dat drukt die dualiteit. Dat je kan op twee manieren naar de samenleving kijken. Je kan de fuck zien of je kan proberen naar die happiness te gaan. En dat is wat wij liberalen proberen doen. Je kan altijd het glas half leeg zien. Wij proberen het half vol te zien. Ja. Half vol te zien. Goed. Laten we eens kijken hoe we dat allemaal terugvinden bij het citaat en de denkers die jullie hebben gekozen, meneer De Waal. Misschien kan u eens voorlezen. Hè? Ja, het is in het Frans. La décadence d'une société commence quand l'homme se demande que va-t-il arriver au lieu de se demander que puis-je faire. Dat is een citaat van Denis de Rougemont. Ja, hij zegt dus eigenlijk het verval van een samenleving begint als mensen zich de vraag stellen wat zal er gebeuren in plaats van wat kan ik doen. Sluit daar inderdaad ook perfect mee aan. Ik vond het heel mooi en treffend omschreven. Mensen kijken naar de dingen, zien problemen en vragen zich af wat gaat er nu gebeuren. Mm-hmm. En de Rougemont zegt zo treffend, je moet je eerst de vraag stellen wat kunnen we daaraan doen? En het geloof in de almacht van de staat, en dat is iets wat we geërfd hebben van de voorbije decennia, heeft heel veel mensen het geloof in eigen kunnen, in eigen creativiteit soms doen verliezen. En wij willen die trend ombuigen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er zijn nog crisissen geweest en die zijn eigenlijk nooit echt overwonnen door overheden. Die zijn overwonnen geworden omdat mensen geloofden in eigen kunnen. En dat is denk ik het scherpste contrast tussen ons en alle anderen. Ja, misschien toch even over die de Rougemont, dat is een Zwitsers cultuurfilosoof, is in 85 overleden. Ik ben tegelijk een beetje verrast dat jullie dat fragment kozen. Ja, want het komt van een filosoof die zich afzet tegen individualisme, tegen materialisme. En die eigenlijk ook veel dichter aanleunt bij de christendemocratie als personalist. Mm-hmm. Dus in die zin vind ik het wel straf, dat fragment. Ja, maar we zijn bewust niet gaan zoeken naar grote liberale denkers. Hè. Er zijn citaten genoeg. Nee. Waarom niet? Want er zijn er zoveel. Hè? Ja, er zijn er zoveel. En dan zit je al gauw ook in één interpretatie van het liberalisme. We hebben hier minder geconcentreerd op de denker, maar wel op het citaat zelf. En ik heb ook een boek geschreven, De Geëngageerde Burger, wat uitgaat van dat... engagement wat we van mensen vragen. En dat engagement moet niet opgelegd zijn door de staat, moet niet in een zuil zitten, moet niet in een structuur zitten, maar gaat echt uit van geef mensen de kans om verantwoordelijkheid te nemen en ze gaan het ook echt wel doen. En dit citaat drukte dat, vond ik, treffend uit. Maar tegelijkertijd kan je zeggen, dit is evengoed toepasbaar op sociaaldemocraten, op christendemocraten, op nationalisten zelfs, op al wie noodgedwongen deel uitmaakt van een groter geheel. Dat denk ik niet. Hè. Ik denk dat hij heel duidelijk aangeeft dat het, als je decadentie, als je verval wil vermijden, dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dat is ons appel. Mm-hmm. Ik wil er nog aan toevoegen dat de Rougemont iemand is die eigenlijk ook heel veel over het federalisme heeft geschreven. Ja. En onder meer ook over Zwitserland heeft gezegd, al die kantons moeten samengaan pour rester différent. Dus hij zei, je moet je verenigen, maar je moet toch verscheiden kunnen blijven. En dat is eigenlijk ook heel mooi van toepassing op hetgeen wat wij willen met Europa. Wij willen een sterker Europa, zonder dat je een eenheids-Europa of een eenheidssaus moet krijgen. Een Europa van verschillende talen en culturen. En ook daar zijn veel mensen nog altijd bevreesd voor. Ja. En dat slaat dan weer op het begrip open in Open VLD. Mm-hmm. Wij kijken met een open en onbevangen blik naar de wereld. We hebben geen schrik van die confrontatie. Ik hoor het, jullie kunnen het niet genoeg benadrukken. De enige open partij waar alles vanuit het individu vertrekt. Laten we het hebben over die
oorsprong, die voorgeschiedenis, ook de plaats in de Europese geschiedenis. Mevrouw Rutte, waar zou u de oorsprong van dat liberalisme, waar situeert u dat? Onmiskenbaar bij de verlichting. Ja, de idealen van de verlichting en het feit dat mensen onvervreembare rechten hebben. Het mensbeeld, de mens als centraal uitgangspunt voor ons handelen, mm-hmm. dat is eigenlijk de kern van het liberalisme. En we zijn sindsdien telkens opnieuw invulling aan het geven. Heel belangrijke debatten over mensenrechten. Je kan liberalisme niet loszien van mensenrechten, die we ook onvervreembaar noemen. En het gevaar wat je nu een beetje krijgt, is dat... hoe zal ik het uitdrukken? We te veel afhankelijk worden van structuren, te veel afhankelijk worden van de organisatie van die staat, mm-hmm. en de kracht in onszelf dreigen te verliezen. En daar wil ik gerust een stuk naar terug. Maar je ziet dat die waarden van de verlichting overal in de wereld tot de dag van vandaag ook ingang blijven vinden. Als ik dat misschien terugbreng op uw eigen korte geschiedenis tot nu toe, u bent nog jong, maar u bent bijvoorbeeld... katholiek opgevoed in... Ja, uw ouders waren mensen met een vrij beroep, zelfstandigen, ik dat zo omschrijven. Mm-hmm. In hoeverre is dat bijvoorbeeld nog belangrijk op die tijdlijn? Goh, ik zeg altijd dat ik katholiek light ben opgevoed. En wat is dat dan? Niet met een grote stempel of met een grote geloofsovertuiging. Eerder een stukje uit traditie die we in Vlaanderen wel meer hebben. Mm-hmm. Ik heb dat rond 15 jaar heb ik dat afgegooid. En dat was het moment waarop ik ook in de traditie van zo'n verlichting echt zelf begon na te denken. Dat maakt dat ik tot op vandaag heel veel respect heb voor mensen die wel gelovig zijn. Ik begrijp het wel. Mm-hmm. Maar voor mijzelf doet het echt niks. Het heeft bij mij het inzicht gebracht dat je één keer leeft, één moment leeft en dat je ook uit dit leven het maximale moet proberen te halen. En misschien heeft dat mij nog het meest van al liberaal gemaakt. Het besef van doe het hier en doe het nu en leef elke dag, maak daar ook elke dag het beste van. Dat is voor mensen niet voor iedereen even makkelijk. Nee. Hè? Maar je ziet dat ook vaak bij mensen die het moeilijk hebben, dat ze toch elke morgen opstaan en van het maximum uit het leven willen halen. Dat maakt van mij een liberaal. En ja, mijn ouders zijn inderdaad vrije beroepers. Misschien dat die mentaliteit er dan sowieso wel in zat. Maar het is toch een advies wat ik meerdere mensen wil meegeven. Ja. Je voelt dat geloof kan een houvast zijn op momenten dat het moeilijk gaat. Maar wat het nooit, denk ik, mag worden, zijn excuses om hier en nu je verantwoordelijkheid niet op te nemen. Nee, maar en dat is in de geschiedenis wel vaak geweest. Ja, het kan wel een inspirerende figuur zijn. Want soms hoor je ook zeggen, Jezus Christus was eigenlijk een socialist. Misschien was hij evengoed een liberaal. Ja, het is in elk geval een van de mensen uit de geschiedenis die opnieuw als eerste de mens centraal heeft geplaatst. Alle religies voor... het christendom, die gingen uit van een god die ergens bovenaan hing en die je niet zag of die ingreep. Ja, het was wel Jezus Christus die dan zei, het is hier te doen, het is nu te doen en ik beschouw die naaste zoals mijzelf. Enfin, ik wil niet gans de Bijbel uitleggen, dat is niet aan mij, nee, denk ik, om dat te doen. De plek niet. Maar de kernidee van het mensbeeld dat je centraal stelt, die zat er wel toen al in. Meneer De Waal, waar gaat u... liberalisme of waar gaat het voor u zelf op terug? Ik heb dat net gesitueerd. Ik ben meer zo'n kind van na de oorlog, dus geboren in 1955. Dan heb je de jaren 60 gehad met alles wat dat met zich meebracht. Maar dan in 70, toen ik naar de universiteit ging, was ik eigenlijk vaak wel boos, omdat ik vond dat het liberalisme in die tijd ten onrechte werd aangeklaagd als oorzaak van alle problemen. Hè. Ja. Ik was aan de VUB. Door wie bijvoorbeeld? Wel, er waren zo'n paar kleinere groepjes, die waren kwantitatief niet zo sterk, maar dat waren dan de uiterst linkse. En dat was het liberalisme en het kapitalisme, dat was eigenlijk de oorzaak van alle problemen. En we zijn dat dus toen de linkse rakkers van toen hebben van eigenlijk toen gemaakt dat u liberaal werd? Ja, die hebben mij toch wel aangescherpt, want ik zei, wat vertel die allemaal? Die liepen altijd voorop in al die mogelijke betogingen.
Maar dan stelden we eigenlijk vast, want ik was toen wel actief geworden in het Liberaal Vlaams Studentenverbond, dat je eigenlijk in heel wat domeinen van de samenleving helemaal niet kon praten over een teveel aan liberalisme, maar juist een te weinig aan liberalisme. Mm-hmm. En dat de overheid, als de overheid optrad, ze vaak verkeerd optrad of niet optrad. En dat werd allemaal met de mantel der liefde toegedekt. En ik ben daar eigenlijk stilaan meer en meer liberaal bewust geworden. Ik ben in die tijd ook heel vaak naar Nederland geweest. Ja. Ik was een trouw bezoeker van de congressen van D66 in de tijd dat Jan Terlouw daar voorzitter was. En dat sprak me dan weer enorm aan op het vlak van het interne democratische gehalte van de partij. En wat heeft dan voor u eigenlijk het echte politieke keerpunt betekend in de Vlaamse politiek? Toch dat streven naar die meer vrijheid, hetgeen dan door de jongeren, door de studenten verwoord is geworden in de schoot ook van de toenmalige PVV, die eigenlijk wat ingedommeld was en waarvan we zeiden, ja, die leggen zich te gemakkelijk neer bij een aantal van die verwijten. Het is genoeg van ons in defensief te plaatsen. Wij gaan nu zelf in het offensief gaan. Dat heeft geleid tot die radicale manifesten. Dat heeft geleid tot het congres van Kortrijk in 1979, waar eigenlijk die offensieve strategie voor een heel belangrijk gedeelte door het congres is overgenomen. Mm-hmm. Wat betekende dat dan concreet? Dat betekende concreet dat we eigenlijk op alle terreinen van de maatschappij, in de economie, in de sociale zekerheid, maar ook in het onderwijs, noem maar op, in cultuur, consequent uitgingen van de vrijheidsidee en van het vrije marktprincipe. En dat we zeiden van, kijk, wat doet zich vandaag voor? We leven in een echt verstaatste samenleving. Allerlei activiteiten economisch, die gebeuren vandaag door de overheid. Dat was een tijd dat je bijvoorbeeld, als je een telefoonaansluiting moest hebben, dan moest je naar de PTT gaan, dan moest je daar 4 weken op wachten. Dan moest je op zitdag gaan bij een politieker om dat wat te versnellen. Ik geef maar 1 voorbeeld. Ik maak er een beetje een karikatuur van, ik weet het. Maar dat was de samenleving waarin dat wij leefden. Dus die had dringend nood aan meer ontvolging, meer vrijheid. En dat punt hebben we gemaakt op het congres. Okay. En dat zijn we nadien consequent gaan volgen. Goed. Ja. Laten we eerst kijken, hè, omdat u het hebt over dat congres van Kortrijk, dat hele nieuwe moment in 1979. Ik wil u graag een stukje voorleggen, een archiefje uit 1972, van de grote geestelijke vader, ook Willy de Klerk. Laten we eerst kijken. Ons alternatief is er één die uitgaat vanzelfsprekend van een moderne, vooruitstrevende, liberale mens- en maatschappijvisie. Wij vertrekken van het idee dat men de mens in alles centraal moet stellen, de primauteit moet geven en dat de grootst mogelijke vrijheid voor het grootst mogelijk aantal burgers moet gewaarborgd worden. Ja, het is bijna mijn definitie. Vandaar dat ik het ook voorleg. Hè. U sprak over het nieuwe elan, maar eigenlijk heb je dit dan in 72 en eigenlijk het is nog altijd helemaal opnieuw, altijd hetzelfde. Maar als je natuurlijk uitgaat van mensen zelf vrijheid geven en van meegaan met de moderne tijd, ja, die tijd evolueert wel natuurlijk. En precies daarom is het liberalisme voor mij de ideologie van de 21ste eeuw. In deze nieuwe tijd zien we dat we steeds meer gaan naar het individu als maatstaf der dingen. Hè. En dat gaat heel ver. Dat gaat op een hele commerciële manier. Hè. Op een flesje cola staat vandaag de dag uw naam. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook in hele essentiële dingen. De gezondheidszorg bijvoorbeeld. Je aanvaardt niet meer dat er 1 remedie is die op alle mensen wordt toegepast. Nee, je wil weten wat is goed voor mij en wat volgens jouw DNA werkt, werkt volgens mijn DNA anders. Mm-hmm. Dus ik wil een remedie die goed is, bijna op maat. En dus steeds meer wordt de individu maatstaf der dingen. En we moeten zoeken naar antwoorden in die 21ste eeuw, hoe we tegelijkertijd dat individu sterker maken en ook laten samenwerken met andere mensen. Want mensen zijn nooit eilanden in een samenleving. Nee, want wat u zegt, mevrouw Rutte, dat geldt vooral voor sterke individuen of individuen die in een goed nest geboren zijn. Wel, precies daarom. Zoals dit klinkt, hè? Ja, zo klinkt dat helemaal niet. Precies daarom is de essentie van liberalisme zorgen voor gelijke startkansen en ook mensen sterker maken. Mm-hmm. Essentieel voor liberalisme is bijvoorbeeld onderwijs. Is ervoor zorgen dat mensen, en daarom pleiten we bijvoorbeeld om kinderen al vanaf 3 jaar naar school te laten gaan. Hoe sneller je ze naar school laat gaan, hoe meer je ervoor zorgt dat iedereen met gelijke kansen aan de start kan komen en iets van je leven te maken. En 2,
Want ik moest daar net een volgorde geven. Vrijheid is één belangrijk idee. Verantwoordelijkheid hebben we het al over gehad. Ook solidariteit hoort onlosmakelijk bij dat liberalisme. Ja. Dus wij zeggen eigenlijk, als je ervoor zorgt dat mensen zelf hun eigen leven kunnen ontplooien, dan kunnen we ook samen... Okay. Ervoor zorgen dat we niemand achterlaten. Ja. Het is interessant wat u zegt over die solidariteit. Want een van de redenen waarom liberalisme natuurlijk wordt geassocieerd met het individu en een gebrek aan solidariteit is misschien een heel stuk uit de voorgeschiedenis. Ik reik het u aan. We geven aan elke partij de kans om iets in de vergeetput te steken. Wat zou dat kunnen zijn, mevrouw Rutte? Exact die karikatuur die men er vaak van maakt. Hè. Het individu sterker willen maken, dat is helemaal niet hetzelfde als bijvoorbeeld egoïsme. Of ik ga nog een stap verder, het individu sterker willen maken, dat heeft ook niks te maken met bijvoorbeeld het recht om uit de staat te stappen. Ja, dus steken we, en dus steken we in de vergeetput. Ik denk dat het een passage is uit het eerste burgermanifest. Ja. Het concept om, of het recht... Ik denk dat Gie toen een recht noemde om uit de staat te stappen. Ja. Dat impliceert dat je echt helemaal op jezelf wordt teruggeworpen. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat je andere mensen nodig hebt. En er is een karikatuur gemaakt van wat hij zei. Ja, goed, maar laten we eens kijken naar wat hij zei. Gie Verhofstadt over het burgermanifest en het uit de staat stappen. Ik probeer juist met het schrijven van dit burgermanifest en met het op gang krijgen van een beweging daarop van... rechtstreeks inderdaad de burger te vertegenwoordigen, want de vaststelling moet gemaakt worden dat voor meer dan de helft de personen die in het parlement vandaag de dag zitten, vind ik onvoldoende hun kiezers vertegenwoordigen, maar eerder een drukkingsgroep, een patronale drukkingsgroep, een syndicale drukkingsgroep, een mutualiteit en dergelijke meer. En ik vind dat een enorme verschraling van de democratie en het beste remedie daartoe is van opnieuw macht van de politiek over te hevelen naar de burger zelf. Ja, dat kan wel tellen. Hè. Dat is een hele brok die lange tijd zeer belangrijk is geweest voor de partij. Meneer De Waal, wat u ook van dichtbij hebt meegemaakt. Hè? Dat klopt. En dat is natuurlijk nog iets anders wat hij daar aankloeg dan waar we, wat we nu net in de vergeetput hebben gesmeten. Mm-hmm. Dit was eigenlijk de vaststelling dat in het parlement en op de verkiezingslijsten van onze politieke opponenten vaak mensen stonden die daar eigenlijk geplaatst waren door drukkingsgroepen. Dat was eigenlijk de periode ook van Poupehan, misschien dat u zich dat nog herinnert, waarbij leiders van drukkingsgroepen samenkwamen en eigenlijk beslisten over het lot van regeringen. Men heeft ooit mensen proberen wijs te maken dat een regering gevallen is over voeren, maar dat was niet zo. Dus u zegt, daar dus die macht staan van die... we nog helemaal achter. Wel ja, het herstel van die rechtstreekse democratie is heel belangrijk. Ik stel vast dat vandaag, wij waren toen de eerste die bijvoorbeeld zeiden, onze voorzitter wordt verkozen door alle leden. Dat was een unicum. Vandaag doen alle partijen dat. Vandaag spreken we meer en meer over een participatieve democratie. Toen was dat eigenlijk vloeken in de kerk. Mevrouw... Dus dat heeft hij wel op gang gebracht. En dat is een trein die niet meer te stoppen is. Mevrouw Rutte, maar het was allemaal veel te hard en te meedogenloos. Wat ik zeker wil houden, en dat is ook de verdienste van die burgermanifesten, wij zijn daardoor ook de partij van de burger geworden. En we hebben daardoor ook een aantal dingen gerealiseerd die vandaag evident zijn. Als je dat burgermanifest leest, staat er bijvoorbeeld in dat je het recht moet hebben om ook je eigen aanvullend pensioen op te bouwen, hè, voor jezelf. Vandaag is dat evident. Ja. We moeten dat zelfs nog een stap verder nemen. Dus de kernidee was goed, maar door er een recht om uit de staat te stappen van te maken, is er een karikatuur van gemaakt. Zoals van individualisme egoïsme wordt gemaakt, wordt van dat recht uit de staat te stappen, wordt er van gemaakt je staat als een eiland alleen. Maar voor alle duidelijkheid, u zegt niet alleen karikatuur, u zegt ook het was veel te hard. Ja, toch? Ik vind het belangrijk. Vandaar moet dit weg. Ja, vandaar moet het weg. En daarom heb ik ook zelf altijd een punt gemaakt van het feit dat je het individu hebt, maar je leeft ook samen met andere mensen. En daar moet je rekening mee houden. Alleen, en dat is het grote verschil, en daar staan we nog altijd achter, als mensen zich verenigen, dan kiezen ze zelf op welke manier. En dan moet dat niet van geboorte tot je sterft in een bepaalde structuur of een zuil zijn. Dat kan heel sterk verschillen. En in die 21ste eeuw steeds meer, gelukkig. We gaan over naar het volgende. Dat is de ideologie, hè, zoals ze er nu voor staat, zoals jullie die nu zien. We vragen aan elke partij van hoe ziet jullie ideale samenleving eruit, mochten jullie het helemaal voor het zeggen hebben. En jullie hebben, voor alle duidelijkheid, mevrouw Rutte, een filmpje gekozen dat jullie niet zelf gemaakt hebben, hè, om dat uit te drukken. Nee, ik heb het op een nacht gezien en het is eigenlijk komt het uit een filmpje van Triodos.
Ja, en daar heb ik een stuk uitgezonden. De bank, een reclamefilmpje. Oké, we gaan kijken. We leven in een fantastische tijd. Dat hoor je niet vaak, op het nieuws of in de krant. Daarom zeg ik het nog een keer. Wij leven in een fantastische tijd. De vrijheid die we hebben. Wat we allemaal weten en kunnen. De verbondenheid met elkaar. Ieder van ons kan iets op de agenda zetten en gehoord worden. De wereld wordt steeds kleiner. En toch wachten we, als het over de economie gaat, op iets groots. Op iets wat van boven komt. Een beslissing, groen licht. Maar dat komt er niet. De macht is niet meer aan groot. De kracht is aan klein. Ja, mevrouw Rutte, ik vind dat een heel straffe keuze. Waarom? Ik vind dit eigenlijk exact uitdrukken, maar hier moet je beginnen nadenken. De kracht is aan klein wil zeggen, een economie is niet iets wat boven je hangt. Een economie wordt gemaakt door mensen en door het vrij initiatief van iedereen. En dat kan zowel iemand zijn die met een eigen zaak begint, als een verpleegster die de shift organiseert, als de leerkracht die de handen uit de mouwen steekt, als mensen die in een vereniging bijvoorbeeld een wedstrijd organiseren en daar met man en macht gaan achterstaan. Weet u waarom ik het zo straf vind? Omdat u voor de ideale samenleving een filmpje kiest van een bank die reclame maakt voor duurzaam bankieren, terwijl heel ons financiële systeem ontploft was door de uitwassen van liberalisme, toch? Niet door de uitwassen van liberalisme, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Nee. Wat je ziet hoger, is een... meer, groter, en maar dit eindigt dan met klein, dat hebben we geleerd. Klein in de betekenis van, en ik nodig de mensen thuis uit om ook het vervolg te bekijken, klein in de betekenis van het vertrekt vanuit elke mens. Hè. Er bestaat niet zoiets als iets wat uit de lucht komt vallen en van bovenaf komt. Dat is één. En twee, ik ben het echt niet eens, zoals u zegt, dat zijn de uitwassen van liberalisme. Het is een kapitalistisch systeem en kapitaal is in onze samenleving het meest digitaal georganiseerd van alles wat we kennen. Met andere woorden, er ligt zelfs geen geld meer in een... Of dus geen goud meer iedereen, in een kluis. Nee, ik ga de redenering afmaken. Er ligt zelfs geen goud meer in een kluis. Met een paar klikken op de knop gaat geld de wereld rond. Kent geen grenzen, kent eigenlijk ook geen controle. En dat kapitaal is al op die manier georganiseerd, maar onze samenleving is zo nog niet gevolgd. En je kan dus onmogelijk daar controle op uitoefenen. Je zou kunnen zeggen, meneer De Waal, het zit in de hoofden van de mensen, van de bankiers, die maken dat het op die manier misbruikt wordt. Maar als de bankiers iets misbruiken, dan moet je een overheid hebben, zelfs een sterke overheid, die zegt, dat zijn de regels. En wij gaan die handhaven. Bankier is natuurlijk een wereldaangelegenheid, een mondiale aangelegenheid geworden. De wereld is geglobaliseerd. En het zal echt niet zijn van te denken dat we in ons dorp kunnen blijven zitten. We moeten dus die geglobaliseerde wereld moeten we dus aangrijpen en moeten daar regels voor gaan van toepassing maken. Ja, want in 1979 klonk het dat de overheid daar niet op mocht ingrijpen. Nee, we hebben altijd gezegd dat de overheid een rol te spelen heeft. En ik heb ook altijd gezegd dat de vrije markteconomie op een aantal domeinen, ik denk aan het wetenschappelijk onderzoek, ik denk aan cultuur enzovoort, eigenlijk niet alles zaligmakend kon zijn. Dus daar heb je een overheid nodig. Dus die arbiter heb je echt wel nodig. En in bankieren wordt dat heel duidelijk gemaakt. Ik ga het nog eens anders uitleggen. We hebben een overheid nodig. Hè? Dat is duidelijk. Maar de vraag is wel, hoe stelt die overheid zich op? En je hebt een bepaalde visie die zegt, er is een staat en die staat moet ook alles zelf doen. Hè? Gaande van een telecombedrijf besturen, tot met de bus rijden, tot voor u zorgen, betaal maar belastingen en de staat zorgt wel voor u. Dat is niet ons overheidsbeeld. Wij geloven in een sterke overheid, een slanke overheid, maar die een totaal andere rol heeft. Namelijk, wat bepalen wij als politiek? Wij bepalen de regels, we bepalen de kwaliteit. En als je een vrije markt wil, heb je ook spelregels nodig. Ja. Dat is de essentie. En die bepalen we politiek. En dan kom ik ertoe, dan moet je er ook voor zorgen dat dat ook wordt afgedwongen. Anders heb je een voetbalmatch waar geen lijnen staan en geen arbiter rondloopt. En voor ons is de overheid de arbiter. En dat is het probleem in die financiële crisis geweest. Ik wil nog even ingaan op, als we het hebben over geld, belastingen betalen. Ook, we hadden het er net over. Belastingen betalen, ook een belangrijk onderdeel van het congres en van het campagneplan. Veel minder belastingen betalen. Is het ook belangrijk om te kunnen belastingen ontwijken?
Is dat een recht van iedereen als men nu eenmaal de middelen heeft? Maar een burger heeft recht op de minst belaste weg. Ja. He, je mag niet frauderen, maar je mag wel je kiezen mag wel voor ontwijken een minst belaste als het kan. Nee, je moet niet meer belastingen betalen dan je moet betalen. Mm. Ja. En ons huidig systeem is vrij complex, is vrij onoverzichtelijk, wat maakt dat diegenen die vandaag zich laten adviseren door een aantal goede consulenten misschien wat dichter bij de klas geraken. Ja. Dus dat zou moeten drastisch vereenvoudigd worden. Dat is hetgeen wat wij vragen. Ja. Maar veel belangrijker is van, je hebt middelen die je vraagt aan de mensen. Wat doe je met die middelen? Ik kom terug naar uw sociale zekerheid. Sociale zekerheid is iets waarvan u zegt, ja, liberalen zijn nogal in de perceptie hardvochtig en uit de staat treden en zo. Die sociale zekerheid, moeten we ons de vraag stellen, is die altijd wel sociaal? Daar gaan heel veel middelen naartoe, maar komen die middelen altijd wel bij de mensen die het meest... Dus meer transparantie daarin gaat de solidariteit van de mensen te goede komen. Ik wil wel nog even terug, naar die belastingen. We weten allemaal wat er de voorbije weken volop in de actualiteit is geweest. De aantijgingen in het BBI-dossier rond Karel de Gucht. Je zou ook kunnen zeggen, hoe kijkt de gemiddelde Vlaming misschien naar Karel de Gucht als iemand die de middelen, de positie heeft om zijn dingen op de best denkbare manier te organiseren? Ja, ik kan me, kan me daar wel iets bij voorstellen, maar ik vind het nogal belangrijk. Ik heb daarnet gezegd dat de principes van een rechtsstaat voor ons belangrijk zijn. Hè. Mm-hmm. En dit is daar nu eens een toepassing van. Je hebt een individuele zaak en belastingen, dat is tussen het individu en tussen de belastingbetaler, tussen de belastingdienst, beter gezegd. En daar is een discussie tussen die twee. Ja, dan vind ik het echt niet kunnen dat dat op het publieke forum wordt uitgediscussieerd en dat iedereen daar ook meens en mening over te moeten vormen. Als dat zomaar kan en als zomaar individuele stukken uit de belastingdienst in de kranten terecht kunnen komen, op straat kunnen gegooid worden, wel, dan gebeurt dat vandaag bij Karel de Gucht. En dan mogen mensen denken, ja, maar dat is toch wel een machtig en belangrijk iemand. Hè? Dus voilà. Maar dan gebeurt het overmorgen, mevrouw Kools, met u. Mm-hmm. En de dag daarna bij de mensen thuis. En dan ben je als individu opnieuw machteloos tegen de kracht die daarvan uitgaat. Okay. Privacy is voor ons een heel belangrijk aspect. Net als het recht om je te mogen verdedigen. En voor de rest kan ik begrijpen dat mensen zich heel veel bedenkingen maken. Ik zou ze gewoon willen vragen, denk er eens over na, wat als je het zelf was? Mm-hmm. En wat zou je dan graag willen dat mensen zeiden? Oké, we zitten nog altijd in jullie ideale universum. Daarin schrijven jullie dus je grondwet met altijd een allereerste allerbelangrijkste artikel. Wie leest voor? Wat zal het zijn, mevrouw Rutte? Wel, artikel 1 van onze grondwet. Vrijheid is het basisrecht van onze burgers. Mensen hebben het onvervreemdbare recht om over hun eigen leven te beschikken en op zoek te gaan naar geluk. Ja. En ik denk wel dat het woord geluk valt in artikel 1. Ja, dat is niet toevallig. Er staat geluk, er staat mensen, er staat vrijheden, er staat leven. Ik vind dat een grondwet, en zeker een artikel 1 van een grondwet, over mensen moet gaan. Mm-hmm. En ik heb gezien dat overal in alle andere aspecten het over structuur gaat. En dat vind ik totaal verkeerd. Dat vind ik ook heel jammer aan onze grondwet. Ja. We hebben een grondwet die ons zou moeten, waar dat je de idealen zou moeten in kunnen lezen. En je moet al een aantal artikelen gaan zoeken voor je bij echte rechten voor mensen terechtkomt. Het gaat allemaal over structuren. Terwijl die structuren, en ik pik eventjes in op iets wat u daar straks zei, er is geen enkele staatsvorm ooit definitief. We hebben ooit stadstaten gehad, we hebben graafschappen gehad, we hebben natiestaten gehad, we hebben nu ook regio's, we hebben Europa. Dat zal blijven evolueren. Wat belangrijk is, volgens mij, is dat je uitgaat van die individuele rechten en van samenwerking. In die complexe wereld van vandaag moeten we, ook al is het moeilijk, leren samenwerken. We moeten dat doen vanuit een sterk Vlaanderen binnen België. Maar we moeten dat ook doen met 28 lidstaten in Europa. En bij uitbreiding, zelfs binnen de G8, de G20, waar vaak hele grote verschillen zijn en moeilijke spanningen zijn. Je ziet dat ook op het wereldtoneel vandaag. Meneer De Waal, ik wil met u nog even verder ingaan op dat geluk. Want voor het liberalisme, voor de liberalen, zijn ook de ethische dossiers heel belangrijk. Daarin zie je een aantal dingen evolueren. Bijvoorbeeld het recht op anonieme spermadonatie. Daarvan zie je de eerste volwassen kinderen die daaruit voortkomen. Ik geef maar een voorbeeld. Hebben daar ernstige problemen mee? Zijn daardoor ongelukkig? Dat is toch heel moeilijk. Het geluk voor het ene individu maakt het andere individu ongelukkig.
Ja, ik kan natuurlijk altijd een voorbeeld gaan, een concreet voorbeeld gaan aanhalen. Ik heb het meer over het algemene principe. Er zijn bepaalde ethische dossiers waar dat je moet zeggen, hier zijn mensen niet vrij. Dat was het geval voor abortus. Later is dat voor euthanasie een discussiepunt geweest. Nu is daar euthanasie voor minderjarigen bijgekomen. Ik kom altijd maar terug op dat recht op zelfbeschikking. Ja, en dat is voor maar ons dat heeft dan soms vrij absoluut. Dus ik denk dat je daar moet inderdaad vaststellen dat als er altijd een richting wordt getrokken of een pioniersrol wordt gespeeld, dat die altijd door liberalen is gespeeld geworden. En dat is belangrijk op zich? Dat is heel belangrijk op zich, omdat dat invulling geeft aan dat principe van recht op zelfbeschikking. Ja, ik vind eigenlijk opnieuw voor drempels willen jullie eigenlijk nog nemen? Ik vind uw vraag opnieuw heel vreemd, als ik dat mag zeggen. Ja, want er is niet zoiets als absoluut. Hè. Mm-hmm. Wij zijn liberalen en dat wil zeggen dat je je eigen geluk en je vrijheid mag nastreven, maar dat die ook eindigt daar waar je een ander begint te schaden. En dat is een continu evenwicht dat je moet zoeken. Er bestaat niet zoiets als een absolute situatie die nooit evolueert. Wat wij proberen te doen, is mensen vrijmaken en elke keer opnieuw kijken naar waar dat evenwicht zit. En dus het vrijmaken van mensen, daar zitten die ethische dossiers ook in. Het geven van stemrecht voor vrouwen, daar hebben liberalen een centrumrol in gespeeld. Het recht op abortus, op euthanasie. Wij gaan eigenlijk uit, dat is het omgekeerde van pater, dat je mensen moet laten beslissen. Maar we willen op geen enkele moment de indruk wekken dus dat dat makkelijk is. Zo ver mogelijk ingaan. Wel, nee, eigenlijk. Dat is niet. Vrijheid is niet gemakkelijk. Hè. Het is soms moeilijk, maar het is wel het best mogelijke ideaal om als samenleving vooruit te gaan. Je moet de afweging maken van als je dat niet doet, de bestaande situaties of de vroegere situaties, die gaven natuurlijk ook enorme drama's, enorme problemen. Dus je moet die problemen op een bepaald moment onder ogen zien, je moet die aanpakken en je moet zorgen voor een zo goed mogelijk wetgevend kader. Oké, dat is duidelijk. Nu, zoals elke keer hebben we met Reijers Politiek jullie grootste fan op pad gestuurd. Om zich helemaal onder te dompelen doen we elke keer in jullie ideologie. Laten we kijken naar superfan Han. Ja, superfan Han hier. We zijn hier in Gent. Vandaag gaan we met de Open VLD op stap. En ik heb hier de lijsttrekker van het Vlaams parlement, klopt dat? Precies. Mathias de Klerk. Kijk een keer hier. Hallo. Hoe is het, jongen? Goed, bij u. Heb jij een beetje promotiemateriaal voor mij? Oh, wow. Ik heb nog niet te veel materiaal. Vanaf volgende week komt alles binnen. Maar ik heb hier nog een t-shirtje van de vorige keer. En dat klopt eigenlijk nog altijd, lijsttrekker. Dus het kan herbruikt worden. Ah ja, recyclage, voilà. Je is gewend om met de groene samen te werken. Merci, Daniel, voor de blauwe zak. Een keer hier. Een bijpassende campagnebroek. Het is toch allemaal wel lichtblauw, hè, man? Dat mag een beetje donkerder. Hè? Waar zit het verschil met de N-VA? Want die zeggen ook dat ze blauw zijn. Of is er geen verschil? Well, ja, N-VA zijn eigenlijk nationalisten. Hè? Die stellen de natie en de identiteit centraal. En het economisch als een sausje. Wij gaan echt de vrijheid centraal stellen. En ook de vrijheid van ondernemerschap. Hier zie. Hup, een aantekening. Wow. Hier zie. Dat is een schoon boekje. Hè? Dat is met alle Gentse koppen. Trek erop, hè. Trek er een beetje op, hè. Voilà, voilà. Zo'n schone jongen, hè. Liggen er je boeken van u ook? Ik heb al een paar boekjes geschreven. Ja? Misschien dat ze nu voor een half uur liggen. Kijk hier, hier redden de communisten. Ik heb dat allemaal gelezen. Hè. Dat is al die ideologische strekkingen. Je moet dat allemaal lezen om je eigen gedachten ook beter te kunnen formuleren. Voilà, zie. Ik dacht de liberalen een oest kunnen eten. Hè. En ik moet zeggen, de sfeer zit er al in. Ja. Positieve spiraal. Dus we gaan ervoor, hè. Merci, joh. Merci. Allee. We gaan ervoor. Salut, hè. Santé, hè. Santé, jongens. Ja, dat is misschien typisch liberaal oesters voor iedereen. Hè? En ook weer een cliché. Ook weer een cliché. Ja, maar Jens staan die daar op de markt op zondagochtend. Hè? Dat is de bloemen en een appeltje erbij. Ja, dat is waar. Dat is een leuke manier van campagne voeren. Ja. Ja, waar staan jullie als liberalen na 25 mei, mevrouw Rutte? Wel, we zijn als partij echt op zoek naar en bezig met antwoorden voor die 21ste eeuw, een nieuwe tijd. Dat is een continu proces. Mm-hmm. Dus 25 mei is natuurlijk belangrijk. Het zijn verkiezingen, we gaan zoveel mogelijk mensen overtuigen. Maar we gaan ook na 25 mei volop verder met dat vernieuwingsproces en met die uitdaging. Ja, ja en u zelf, want je zou kunnen zeggen, als we Gwendoline Rutte bezig horen, ook echt een doener. Misschien is een mogelijk ministerschap in plaats van voorzitterschap, mocht het zich aandienen. Ja, dan gaat u denk ik een paar
tellen te snel. Hè. Om te beginnen gaan die verkiezingen niet over ministerschappen. Die gaan over welke visie je hebt op een samenleving. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Probeer ik ook te doen met de partij. Verder kijken. Er is niks zo gemakkelijk, heb ik gemerkt, met in die voorzittersstoel te zitten, dan politiek te beperken tot wat er die dag in de krant staat. En dan moet je elke dag reageren. Er ligt elke dag wel iets nieuws op je bord. Mm-hmm. Wel, dan ben je denk ik fout bezig. Het komt er ook op aan om wat verder te kijken en te zoeken naar antwoorden voor de komende jaren. Dat zijn we als partij aan het doen. Heel duidelijk. En natuurlijk zijn de verkiezingen belangrijk. We hebben een sterk palmares. En ik zeg altijd, ook de beste mensen. Ik ben daar echt fier op. Een privilege om voorzitter te zijn van een partij met zoveel kwaliteit. En ik hoop ook dat de kiezer dat respecteert en honoreert. Ja. Oké, meneer De Waal. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja, uiteraard. En het gaat natuurlijk in de eerste plaats om die visie en... Ja, al hetgeen wat er nadien gebeurt, dat zullen we dan wel zien. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Ik denk dat, behalve de visie voor de toekomst, wij ook een palmares kunnen verdedigen in die federale regering. Op een ogenblik dat ons land eigenlijk in grote moeilijkheden vertoefde, hebben we onze verantwoordelijkheid opgenomen. En we hebben dan inderdaad moeilijke, moedige maatregelen genomen, waarvan dat u nu ziet dat ze toch wel effect resorteren. Dat wordt onderkend door velen. En wij gaan ons best doen om de kiezer daarvan te overtuigen. Ja, en als ik toch één ding mag meegeven aan mensen thuis, dan is het die spirit die uitgaat van ons elke dag, van elke dag het beste maken. En er niet van uitgaan, er is geen enkele reden voor dat wat de toekomst brengt slechter is dan wat dat het verleden heeft gebracht. Integendeel. Ja. Ik zou bijna durven zeggen, optimisme is een moral duty. Het was niet gevallen, maar dan nu toch op de valreep. Ja. Oké, Gwendolyn, Rutte en Patrick De Waal, hartelijk bedankt voor dit gesprek over het liberalisme. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan komt LDD, uiteraard Jean-Marie De Dekker. En hij heeft beloofd om iemand mee te brengen. Tot morgen.